Vicepresident Michael Ashwin-Adin vertegenwoordigt president Bouterse tijdens de 40ste reguliere CARICOM-vergadering van staatshoofden en regeringsleiders op Sint Lucia. Ook de minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak-Bigli, maakt deel uit van de delegatie die met de VP is afgereisd. De CARICOM-vergadering is officieel gestart op 4 juli. Op 5 juli vindt de afsluiting plaats. Ook heeft de VP een bilateraal overleg gehad met de prime minister van Noorwegen, Erna Solberg.